Mathieu van der Poel heeft zaterdag de Burgos op zijn naam geschreven. De 22-jarige Brabander van Biobank Corredon was net als vorig jaar de sterkste in Lebeke en kwam solo over de finish in Lebeke. Achter van der Poel finishte de Belg Michael van Hoerenhout als tweede, voor wereldkampioen Wout van Aert. Lars van der Haar eindigde als vierde. Van der Poel vierde alweer zijn zesde zege in het nog prille seizoen. Alle zesde races waarin hij startte, kwam hij als eerste over de finish. Ook in de Burgos troefde de Nederlander zijn concurrentie eenvoudig af. Ruim drie ronden voor het einde sloeg Van der Poel een gatje dat geleidelijk groter werd en uiteindelijk onoverbrugbaar bleek. De Nederlander genoot van het natte parcours in Lebeke. Vandaag was het wel leuk, zei hij. Ik had voor de start al gezegd dat het wat mij betreft mocht regenen en dat gebeurde ook. Het parcours lag erbij zoals ik het graag heb. Glibberig en op sommige plaatsen heel blubberig. Van der Poel liet echter doorschemeren dat het machtsvertoon dat hij in de afgelopen weken liet zien niet vanzelf gaat. Het lijkt erop dat het allemaal zo simpel gaat. Maar dat is niet het geval. Bij de vrouwen ging de zege naar Zanekant. De Belgische wereldkampioen bleef haar landgenote Cellen van Lo en Lo zelfs voor.